Meneer Maathuis, ik heb gehoord u gaat de fractie verlaten. Hoe komt dat zo? Nou ja, vandaag is bekend geworden dat ik voorgedragen ben als kandidaat wethouder. Dat betekent dat ik mogelijkerwijs een stap maak naar het college van BMW. De raad moet daar natuurlijk wel mee instemmen. En na alle waarschijnlijkheid gaat dat aanstaande dinsdag gebeuren. En dan word ik hopelijk wethouder van deze prachtige gemeente. En het integriteitsonderzoek heeft u al gehad? Dat heb ik zeker gehad. Vandaag afgerond. Dat wordt altijd diepgaand gedaan hier. Gesprek gehad met de burgemeester daarover. En nou, er was geen vuiltje aan de lucht. Dus we kunnen met goede moed van start en lekker aan de slag in de functie als wethouder. En natuurlijk met de nodige opgaven waar Almelo voor staat en de kansen en de ambities die wij als nieuw college met elkaar hebben. En vindt u dat u in een goede ploeg terechtkomt? Jazeker. Als je kijkt naar mijn collega's, ook zij moeten nog benoemd worden. Hè, dus het is allemaal even praten in het geval dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dan zie je een mix van ervaring en vernieuwing. Collega van Mierlo heeft een jaar met mij, al 4 jaar, een raadsperiode met mij in de raad gezeten. Dus ik ken hem vanuit die kant. Alex Langius, wethouder van de ChristenUnie. Al 2 jaar wethouder van Financiën hier. Daarvoor wethouder uit in Assen. Dus een behoorlijke bestuurlijke ervaring die hij heeft. En dan hebben we Jan-Martin Verrees van de lokaal Almelo Samenfractie. Ja, en dat is ook een bestuurder. Eerst Haaksbergen, toen Lossen en dan komt hij gelukkig naar Almelo. Man met veel kennis en kunde. Dus als je kijkt naar het hele palet vanuit de wethoudersploeg, dan staat daar een mix van nieuw en jong. En wat oudere ervaren personen. Dus dat is helemaal, ik denk, een goede mix voor de stad. Nu gaat u uit de fractie. En dan schuift de zaak een beetje op. Is er al bekend wie u gaat opvolgen? Na alle waarschijnlijkheid zal dat Willem Lopatti zijn. Want dat is de eerste opvolger op de lijst. Dus op basis van de kieswet komt hij als eerste in aanmerking. Ja. Maar ik heb gehoord dat hij eerst nog met zijn baas wil overleggen of zoiets. Nou ja, dat zou u aan hem moeten maken. Zover ik weet is hij beschikbaar. En zal hij de lege plek innemen. U was ook altijd vicevoorzitter van de raad. Ja. En wie gaat dat doen? Daar mag de raad zelf over beslissen. Gelukkig ga ik daar dan niet meer over. De raad heeft zelf een aantal vacatures. Waaronder ook het vicevoorzitterschap van de raad. En dat komt aan de orde in, ik denk, een andere raadsvergadering. Want de raad moet allemaal hun vacatures kenbaar maken. Dus eerst worden de wethouders benoemd, dan settelt de zaak zich weer. Hè, dan wordt ook mijn opvolger bekend en waarschijnlijk de opvolger van de heer Van Mierlo in de CDA. De heer Van Mierlo zit nu niet in de raad, dus daar schuift niemand door. Dus alleen in mijn geval is dat aan de hand. En dan wordt er gekeken naar van wie op welke functie, wie waar interesse in heeft. En dan mag de raad er zelf een beslissing over nemen.